eigenlijk zo langzamerhand weer een beetje terugkomt. De 800 meter draverij, die gaan we hier afleggen. De deelnemers, de 6 geïnviteerde deelnemers, proberen hun posities in te nemen achter de startauto, zoals geschieden nu ook, en zijn in de bocht op 150 meter van het startpunt. Startprocedure zal natuurlijk heel wat vlugger gaan, want een vliegende start hier. In het veld onder andere Guvo de Blauw met het paard dat zoveel speed kan tonen. We gaan eens kijken hoe het zich gaat ontwikkelen hier. 20 meter, de start is gevallen hier van de waarachtig Alkmaar 80 koers. En het is een galopade daar voor Royal Duckboy. En die komt totaal niet op gang, staat zo wat stil. En het is heel sterk als we de laatste ronde ingaan. Aan de buitenzijde Guvo de Blomert. Aan de binnenzijde zien we Elton Buitenzorg. Dat zijn de eerste paarden bij het ingaan van de AZ-bocht. Elton Buitenzorg neemt de lengtevoorsprong op een opkomende Farouche Praans. Op de derde plaats daarachter zien we Gamine des Amis. En daarachter volgt dan Guvo de Blomert. Zo zijn we aan de overzijde van de baan. Op achterstand is al geraakt de nummer 5, dat is Guvo de Blomert. De eerste keer moet ik zeggen dan Erik Tornado. Zo zijn we halverwege de overzijde. We gaan de laatste bocht in. En het is Elton Buitenzorg. Farouche Prins, Gamine des Amis aan de binnenzijde. Daarachter volgt dan Erik Tornado. Zo is het gezelschap op weg nu in de laatste bocht. En die komen zo dadelijk uit. Met een moordend tempo erin gelegd door Elton Buitenzorg. Heeft het commando. Aan de buitenzijde meldt zich Gamine des Amis. Daarachter zien we Farouche Prins. En aan de binnenzijde is het dan die Erik Tornado. Dan Guvo de Blauw met laatste rechte lijn. Elton Buitenzorg houdt vast. Dan gaat het hier heel gemakkelijk winnen met Ruud Pols. Elton Buitenzorg. Op de tweede plaats is het dan de nummer 6, Erik Tornado, voor de 5, Guvo de Blauw. Maar dat zijn de eerste 3 in waarachtig Alkmaar 80, de 800 meter draverij, 3-6-5 voorlopig. In afwachting van de officiële uitslag van de 8e koers volgen hier de deelnemers aan de 9e koers, de 16 mei 1994 prijs. 2040 meter de afstand van deze koers, alle 9 paarden aan de start. Een drietal vormaanvullingen. Allereerst de nummer 2. En die Elton Buitenzorg, dames en heren, had een totaaltijd van 59,3 seconden. Een kilometertijd van 1,14,1. Vriendelijk verzoek aan meneer Ruud Pols om even deze kant op te komen. Ruud, kan het even hier, meneer Van Beek, sorry. Ed, kan iets meer hier naartoe voor de camera en het publiek. Sorry, Ed. Ed, sorry. Wethouder Douma zal de erekrans overhandigen, de lauwerkrans. En de heer Seita, de sierdeken. En dan geven we de fotografen nog even gelegenheid. De felicitaties aan Ruud Pols en uiteraard aan trainer Harry van Ooyen en eigenaar Ed van Beek. Die Elton Buitenzorg, dames en heren, in 59,3 seconden. Een kilometertijd van 1,14,1. We laten de trekker even voorbij gaan. Moment even, Harry. Even die trekker voorbij. Die Elton Buitenzorg, dames en heren. De 7-jarige bruinruin van Rising Wind uit Olivier en Over. Gefokt door de heer Nas in eigendom van Ed van Beek. Trainer Harry van Ooyen, rijder Ruud Pols, uw applaus. 800 meter waarachtig, Alkmaar 80. Totaaltijd 59,3. Een kilometertijd van 1,14,1. De 16.